Looking at what the Russians are doing now, so close to your border, I mean, on your doorstep, we could say. I'm just wondering, are we looking at the build-up to a confrontation between true Turkey, the whole of NATO, and Russia? Is this something that you are seeing? Yes, there is such a risk. Russia made an intervention in Georgia in 2008, then in Ukraine, then in Syria, and this is very dangerous policy. And of course, the difference of Turkey is a member of NATO, and our border is border of NATO. And NATO is today acting together in Afghanistan, in many other places, together. And even today, there is a NATO Ministers of Defense meeting continuing in Brussels. So of course, whenever there was any violation against Turkish border, we have informed NATO, and NATO has automatic mechanisms to have these informations. And in the future as well, our cooperation in NATO will continue against any threat to Turkey and to NATO in general. За последние дни на нас вылили такое количество грязи в связи с тем, что операция ВКС и удары российской авиации, во-первых, сорвали женевские переговоры, во-вторых, так сказать, вызвали новые волны беженцев в Европу. Но это же ложь, в конце концов. Но я не верю, что обыватели, граждане Европы могут в это верить. Вы верите в то, что в 2016 году, в случае, если дела обстоят так, как они говорят, у них нет фактуры на руках, у них нет снимков, у них нет данных? Такого не может быть. Если эти данные не предоставляются, значит, их просто нет. Those who have been telling that there should not be any foreign intervention to Syria, like Russia, like Iran, their generals, their airplanes, their soldiers, their militias, their special forces are on the ground. But are you going to sit and look on then? Because we are not going and sit on the. We are helping Syrian people. But we are respecting international law. Примерно 3-4 месяца назад и на одном из брифингов мне задали вопрос относительно того, что есть мнение, есть спекуляции на тему того, что российско-турецкие отношения ухудшаются, могут быть ухудшены. На это я сказала, что я не вижу ни одной возможности, чтобы эти отношения ухудшились. Что касается того, почему так все случилось, я думаю, что нет смысла говорить об этом вам. Я думаю, что голландцы и, как и любой другой народ, но голландцы нас должны понять, когда вы прошли через то, что потеряли в авиакатастрофе многих граждан вашей страны. Мы потеряли человека, который летел не в туристическую не на туристический отдых. Я не знаю, знают в Голландии об этом или нет. Возможно, там просто прошла информация о том, что был сбит самолет, и летчики погибли. Нет, они погибли от того, что когда они спускались на парашютах, группа, извините меня за такое недипломатичное выражение, уродов, их расстреливала с земли. Ja, Lucas Waagmeester, Turkije-correspondent. Jij sprak vanmiddag met de Turkse premier. En hij zegt, een gewapende confrontatie met de Russen sluit ik niet uit. Hoe explosief is deze situatie? Nou, dat vond ik ook wel heel opmerkelijk dat hij zo stellig zei. Hè? Ja, nee, dit is natuurlijk wel iets wat op dit moment op tafel ligt. Het gebeurt ook echt aan zijn grens. Hij tempert het wel. Hè? Hij zegt ook heel duidelijk, wij houden ons wel aan de internationale rechtsorde. We gaan niet zomaar gekke dingen doen. We werken wel samen, ook binnen de NAVO. Maar wat interessant is hier, dat zie je ook in die reportage van Jan Eikelboom in Turkije. Dat het gif wat er nu zit in de relatie tussen Turkije en Rusland. Dat is potentieel, Turkije is lid van de NAVO, dat is potentieel gewoon gif tussen de NAVO en Rusland. En het is echt op de Turkse grenzen waar de Russen nu aan het bombarderen zijn. President Erdogan zegt vanmiddag nog iets vaker een stuk feller dan de premier.
De premier is vaak toch een beetje meer de diplomatieke man. En Erdogan is meer de houtdegen. En Erdogan zegt vanmiddag gewoon, de Russen, wat de Russen aan het doen zijn, is een bedreiging voor onze nationale veiligheid. De premier zegt tegen mij vanmiddag, wij mogen ons verdedigen als onze veiligheid wordt aangetast. Dus daar voel je al, het is wel heel erg spannend wat er op die grens op dit moment gebeurt. Ja, want op die grens staan tienduizenden Syrische vluchtelingen die vluchten voor met name Russische bombardementen. Hm. En dan heeft de premier het over, op de persconferentie hoorde ik hem zeggen, over etnische zuiveringen. Wat daar aan de hand is door de Russen en door Assad. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, wat hij bedoelt is, dat is een theorie die je meer hoort in Turkije op dit moment. Hij zegt, wat de Russen aan het doen zijn, wat Assad aan het doen is, is in het noorden van Syrië niet een militaire overwinning proberen te behalen, zoals wij die zien. Gewoon militaire, andere militairen bestrijden en op die manier dat gebied innemen. Maar ze zijn echt de etnische balans aan het ombuigen, hè, op die plek. Dus ze zeggen, de Turkse minister-president zegt vanmiddag, ze zijn groepen burgers doelbewust aan het wegbombarderen onze kant op. En ze willen dat die de grens met Turkije overgaan, zodat hun eigen burgers, de Turken zeggen dan bijvoorbeeld ook de Koerden, die heulen met Rusland, hè, volgens Turkije, de Alewieten in Syrië, dat hun burgers in de meerderheid komen in zo'n gebied. En dus echt, dat bedoelt hij met etnische zuivering, echt de etnische balans ombuigen. En Davutoglu zegt vanmiddag tegen mij, dat betekent dus ook dat wij kunnen die grens wel openzetten voor Syrische vluchtelingen. Natuurlijk, humanitair gezien zou dat ook hetgeen moeten zijn wat we doen. Dat doen we ook. We hebben al 2,5 miljoen mensen binnengelaten. Maar hij zegt, daarmee werken we dus ook mee, helpen we Assad en de Russen dus ook om die etnische balans om te buigen in dat gebied. Dus zomaar die grens opengooien is in die zin ook eigenlijk wel hele linker politiek. Ja, nou zegt Europa, doe die grens open wel voor die vluchtelingen. Maar aan de andere kant zegt Europa ook, maar zorg niet dat ze bij ons komen. Wat zegt hij daarover? Daar is hij werkelijk heel interessant. Want ik vraag dat ook aan hem. Hij is daar heel erg een soort pissig over. Dat voel je ook. Het is een hele nette meneer, hè? Het is echt een diplomaat. Maar hij zegt, Europa staart zich blind. Europa staat op het strand in Griekenland en is alleen maar aan het tellen. Hoeveel mensen komen er nou eigenlijk vanuit Turkije over? Maar hij zegt, wat er aankomt in Griekenland is het directe gevolg van wat ik moet binnenlaten vanuit Syrië. En dat is weer het directe gevolg van die smerige oorlog die in Syrië aan de hand is. De blik daarop, die zijn jullie in Europa volledig kwijtgeraakt. Dat verwijt geeft hij ook gewoon in een persconferentie waar Rutte naast staat. Hij zegt eigenlijk tegen Rutte, jullie zien het hele plaatje helemaal niet meer. Jullie kijken alleen nog maar naar je eigen belang. En daar zijn de Turken, dat hoor je in Turkije heel erg veel, daar zijn Turken echt helemaal klaar mee met die houding vanuit Europa. Ja.